Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mij. Ik heb jullie laatst deze doos laten zien van Tinti. Het is een schatkist met allemaal verschillende badspulletjes erin. En daar zaten bijvoorbeeld ook deze verfzeep in. En dat heb ik nu niet, maar dit is een wat grotere verpakking met echt tubes erin. En daar zit 3x70 ml in. In die zakjes van de set zit volgens mij maar 10 ml. Ik ga het eens even openmaken en wat even bekijken. Het is dus verfzeep. Het schijnt zeep te zijn waarmee je je kan wassen. En het is gekleurd, maar het geeft niet af aan je handen of aan de gootsteen bijvoorbeeld. Het zijn grote tubes. En ook dat gaan we natuurlijk nog testen. Zoals ik al zei, zijn er ook natuurlijk allemaal video's van mij waar ik alle Tinti-spullen in test. Maar vandaag laat ik in ieder geval deze verpakking zien. Er zit ook een sticker bij van Tinti. En deze 3 tubes dus. Ik ga het eens even openmaken en dan gaan we eens even wat beter bekijken. Ah, er zit nog een folietje op. Het lijkt ook een beetje op een tandpasta-tube. Ik doe een beetje op mijn hand. Oké, dat ziet er wel uit als vloeibare zeep. Het ruikt ook goed. Het ruikt naar appel, geloof ik. Ik weet niet of dat erop staat. Ik kan het niet zien of dat erop staat. Maar ik heb het idee dat het naar appel ruikt. En het is groenige zeep. En nu begrijp ik ook wat er bedoelt. Want er staat ook verf je schoon. En waar staat dat nou precies? Even kijken hoor. Laat je zien waar je al gewassen bent. De gekleurde zeep laat je zien, spelenderwijs zien, of je al goed gewassen hebt. Dus dan zie je dat aan de kleur op je hand. En als je dat dan wegspoelt, dan gaat de kleur ook weer weg. En dan is je hand schoon. Ja, heel leuk. Ik ga in ieder geval de andere ook nog even proberen. En nog wat beter voor jullie testen. Dit was in ieder geval alleen maar het uitpakken van de Tinti verfzeep. Ik weet niet wat voor leeftijdsbegrenzing erop zit, maar ik denk dat kleine kinderen het ook wel kunnen gebruiken. Het is tenslotte wel gewoon zeep en het is niet schadelijk voor de huid. En je ziet ook dat er geen conserveringsmiddelen in zitten. Het is echt goed te verdragen voor de huid. Dus ik denk dat het voor iedere leeftijd wel kan. Laat me maar in de reacties weten wat jullie vinden van deze Tinti verfzeep. En ja, zoals ik al zei, zijn er natuurlijk nog meer video's over de Tinti dingen die ik test. Als je de video leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog. Bekijk ook onze andere video's en dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!